een gegeven moment kun je niet alle kansen pakken die je voor je ziet. Ja. Wat je met private equity onder andere kan doen, is om die kansen die ze zien, maar die ze zelf niet helemaal in hun eentje kunnen realiseren, om die mede mogelijk te maken. Jules, wat leuk dat ik jou mag interviewen. Ja, eens gelijks. Ja. Leuk dat je me vraagt. Ja, ja. Ja, terwijl eerst andersom was, ik ben eens een keer door jullie gevraagd. Ja, dat klopt. Ja, we dachten, dat zijn leuke mensen die leuke dingen aan het doen zijn. Dus, we gaan jullie dus benaderen. Ja, want je doet iets in private equity, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar we zitten hier ook op een hele bijzondere locatie. Klopt. Waar heb je ons naartoe gebracht? Ja, klopt. Nou, wij zitten hier wel eens om met de bedrijven waarin wij investeren samen te zitten om na te denken over de toekomst. Dus businessplannen te maken, binnenkort ook weer. Ja, een mooie plek denk ik, in de natuur, om even te kunnen reflecteren. Dus dat is de reden dat we hier wel eens... Even uit de hectiek van de dag, waarbij je samen met een ondernemer gaat zitten. Ja. Om A, een stukje kennis te maken, om te kijken hoe zijn business is. Ja. Onder het genot van verse groenten. Ja. Goed drinken. Ja, goed eten en drinken. Ja, ja, dat is natuurlijk toch Brabant. Uh-huh. Maar alles wordt hier zelf gemaakt, ecologisch. En er zit ook een bepaalde visie en een missie achter. Uh-huh. Waarom is dat zo belangrijk voor jou? Nou, ik denk wel dat het belangrijk is om voor de aarde goed te zorgen en die ook goed achter te laten. En dus ik denk wat je in ieder geval kan doen is daar proberen zoveel mogelijk een bijdrage aan te leveren. Ja. Ja. Dat. En dat zou je onder andere kunnen doen door deze keuze te maken. Hey, voordat we naar de inhoud gaan, Jules, even in een notendop. Want je bent echt hartstikke jong. Hè? Dank je. Je bent jong, 40 jaar. Maar je hebt, we hebben zojuist al even je cv doorgenomen. Ja. Je hebt heel veel kennis en ervaring opgedaan. Ja. In heel veel verschillende facetten. Je hebt bij corporate bedrijven gezeten. Ja. En je weet hoe het daar ruilt en zeilt. Ja. Je spreekt met ondernemers. En wanneer je met heel veel verschillende ondernemers spreekt, doe je heel veel kennis op. En die je dagelijks ook weer kunt gebruiken. Maar even in de notendop. Ja, Jules Bernhuis dus, 40 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit het zuiden van Nederland. Achtergrond international business en organisatiewetenschappen. Ik heb enerzijds bedrijfseconomische blik meegekregen. En anderzijds denk ik meer sociaal bedrijfskundige blik. Van hoe kijk je naar organisaties en met name ook bedrijven. Dus ik heb carrière in het bankwezen. Ik heb uiteindelijk nog 15 jaar volgemaakt. Dat is best wel lang, maar eigenlijk me nooit echt prototype bankier gevoeld. Wel een hele goede leerschool. Dus in al die jaren heel veel bedrijven gezien. En vanuit verschillende perspectieven naar die bedrijven gekeken. Dus enerzijds financiering, dat was de start van mijn carrière. Daarna steeds meer met klanten aangekomen die fusies en overnames deden. Dus die gingen zelf bedrijven overnemen. Of ze kregen interesse vanuit private equity. Daar raakte ik steeds meer mee in aanraking. Dat vond ik heel interessant. Zag ik, daar wil ik graag meer van weten. En op een gegeven moment zelf ook binnen het bankwezen aan het investeren gegaan. En dus met collega's daar investeringen gedaan. Maar hoe zet je dat op? Want dan ben je voor een bank aan het werk en dan zie je waarschijnlijk kansen. Hè? Ik zag altijd kansen. Dat maakt je ook als ondernemer zijnde. Ja. Maar hoe deed je dat dan? Want dan was je in dienst. Ja, ik was toen in dienst. Hè, ik zag dus altijd kansen. Maar je leert bij een bank wel op een gestructureerde manier kansen, maar ook risico's in te schatten. Dus ik ben blij dat ik die bril heb meegekregen. Dat was denk ik wel goed. Dus je leert op een gebalanceerde manier naar bedrijven te kijken. Zowel het bedrijf aan zich, maar ook in zijn of haar context. Dus denk ik dat het heel belangrijk is om in ieder geval in het geheel mee te nemen. En niet alleen maar puur naar cijfers te kijken en al helemaal niet alleen maar naar historie. Maar ook wat zou een bedrijf in de toekomst kunnen doen. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik liep altijd vaak tegen dingen aan binnen de structuur van een bank. Die hebben met bepaalde wet- en regelgeving te maken waarbinnen je moet acteren. Wij, zeg ik dan, ik en mijn onder andere compagnon Laurens, waar ik veel meer samen heb gewerkt in het verleden en nu ook bij eSquare mee actief ben. Ja, wij waren wel constant zoeken, hoe kunnen we nieuwe dingen doen, dingen anders doen, slimmere structuren bedenken om bedrijven te helpen om hun groei te realiseren. Dus dat was altijd wel een wens om toch nieuwe dingen te proberen en te kijken hoe je dingen slimmer kon doen. Maar dat kon niet altijd. Maar goed, we hebben wel veel mooie transacties daar gedaan, veel mooie dingen gedaan. Maar op een gegeven moment, stapte er bij ons, in mijn laatste werkgever, stapte er een hele grote Amerikaanse private equity investeerder aan boord. Nou, die deed dus, laten we zeggen, het private equity trucje zou je kunnen zeggen. Of niet. Wat je nu doet. Ja, wat ik nu zelf ook doe. En ik denk dat zij dat heel goed gedaan hebben, maar wel op hun manier. Nou, dat betekende voor ons dat wij konden gaan ondernemen. In ieder geval, het was voor ons, denk ik, het juiste moment om dezelfde stappen gezet om zelf te gaan ondernemen. Mm-hmm. Ja, ik moet zeggen dat het echt als een bevrijding voelt.
Dus ja, dat is even misschien het korte wat ik zakelijk om heb gedaan. Ja, ja. Mooi hè? Ja. Ja. Hey, en private equity, wat betekent private equity voor jou? Ja, ik denk dat dat het mogelijk maken van kansen is voor ondernemers. Mm-hmm. Ondernemers helpen om hun dromen en groeiambities waar te maken en te realiseren. En dat is meer, laten we zeggen, wat meer hoog over. Als je feitelijk kijkt, hè, van, zien ondernemers de kansen. En ja, op een gegeven moment kun je niet alle kansen pakken die je voor je ziet. Wat je met private equity onder andere kan doen, is om die kansen die ze zien, maar die ze zelf niet helemaal in hun eentje kunnen realiseren, om die mede mogelijk te maken. En ik denk dat je dat dan in partnership met elkaar doet. Mm-hmm. En dat geeft veel energie. Ja, dat geloof ik direct. Maar wat ik ook vind, hè, we hebben een hele tijd geleefd, hè, dat we een paar procent rente betaalden. Hè. Dan was het geld zo goed als gratis. Hè. Klopt. Het private equity was er ook in overvloed. Hè. Er werd veel geld in diverse bedrijven gepompt. Hoe kijk jij daar tegenaan als ondernemerschap? Hè? Want ik vind, ik vind dat er ook wel te licht wordt naar gekeken. Want een ondernemer verkoopt zijn hart en ziel. Hè? Wat hij in zijn bedrijf heeft zitten. Ja. Die krijgt heel snel groeigeld krijgen. Ja. Is dat niet een beetje de verkeerde volgorde? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, wat is de verkeerde volgorde? Ik denk wel dat je als ondernemer altijd in ieder geval zoveel mogelijk in controle moet blijven over je eigen toekomst. Ik denk dat heel belangrijk is. Hè. Los van mijn rol als investeerder, dat is wat ik elke ondernemer zou adviseren, is dat je altijd zelf moet proberen te kijken, oké, wat is mijn plan? En mensen zonder plan, die werken aan het plan van anderen. Als je ondernemer moet je gewoon zorgen dat je in ieder geval zelf een duidelijk plan hebt. Mm-hmm. En wat je wel altijd moet doen, denk ik, is goed nadenken van, oké, kan ik dat plan samen met anderen uitvoeren? Maar ik denk dat je op een gegeven moment ook moet kijken, kan ik mensen inschakelen die deel van mijn taak kunnen overnemen? Mm-hmm. Kan ik het met een team gaan doen? Kan ik dan vervolgens ook met dat team sneller gaan groeien? Ja, en ik denk dat je met een investeerder aan boord, haal je niet alleen maar een stuk geld, maar ook een stuk kennis aan boord. En dat is geen voorwaardelijkheid. Ik denk dat je ook zonder private equity prima zou kunnen groeien. Alleen denk ik dat je in sommige gevallen, dat je een klankbord kunt vinden in private equity, in een investeerder, en daarmee ook sneller kan groeien. En dus niet ook alles meer alleen hoeft te doen of met een klein team, maar ook daarin kunt professionaliseren en, en groei mede mogelijk kan maken. Persoonlijk geloof ik heel erg in dat je een heel duidelijk onderscheidend vermogen moet hebben als private equity investeerder, want waarom zou een ondernemer anders met jou in zee gaan? Mm-hmm. Maar ik denk dat heel veel private equity investeerders allemaal wel iets kunnen brengen wat ze heel goed kunnen, waarmee ze echt ook waarde kunnen toevoegen aan een ondernemer. Ik denk dat alleen verschillende smaken mogelijk zijn. Mm-hmm. Je hebt private equity investeerders die zich specifiek richten op een bepaalde sector. Dat is echt sectorkennis en sector expertise meebrengen. Ja, de meest populaire is de tech. Ja, de techbranche, toch? En daar zitten de meeste op. Ja, als je langjarig kijkt, dan heb je echt een periode van 20 jaar. Mm-hmm. Dan zie je dat technologie en gezondheidszorg, healthcare, dat sectoren zijn die ondanks alle cycli en laten we zeggen conjunctuur, het meest stabiel zijn. En daar is ook veel rendement te maken. Dan heb je het echt door een langjarige periode. Dat is iets wat wij naar gekeken hebben. Wat is lang jaar? 20 jaar. 20 jaar? Ja. Oh, dat is lang. Ja. Je had het niet zo lang verwacht. Ja, dus als je over 20 jaar periode krijgt, dan zie je daar gewoon bovengemiddelde rendementen voor investeerders. Wat moet dan aan denken? Bovengemiddeld? Ja, dus zeg maar, kijk, als je in het private equity segment, dan moet je toch denken aan dat je minimaal 3 keer je geld zou moeten kunnen maken als investeerder. Okay. Voor de beleggers, hè, dus die investeren in de fondsen van private equity. Dat is wat je minimaal zou moeten kunnen realiseren. En als ik kijker nu zit te kijken, ik zou willen investeren, aan welke bedragen moet ik dan denken? Ja, kijk, traditioneel moet je toch wel denken aan dat je toch minimaal 1 of enkele miljoenen mee moet nemen als je een traditioneel private equity fund, als je als laat zeggen, particuliere belegger, daar je geld investeert. Heel veel private equity funds trekken hun geld niet alleen maar aan bij particuliere beleggers, maar ook bijvoorbeeld bij institutionele beleggers. Mm-hmm. En dan moet je denken aan pensioenfondsen bijvoorbeeld, of andere institutionele beleggers. Ja. Dat zijn vaak beleggers die met veel grotere bedragen werken. Dat is soms tientallen miljoenen. Dus ik denk dat je daarmee, dan kun je natuurlijk heel snel gaan. Mm-hmm. Wij persoonlijk vanuit eSquare specialiseren ons in technologie. En wij trekken met name geld aan van ondernemers. Enkel met ondernemers werken wij. Dus daar komt ook eSquare de naam vandaan. Entrepreneurship, een keer entrepreneurship is entrepreneurship in het kwadraat. Mm-hmm. En een plein, een square, is ook een ontmoetingsplaats voor ondernemers. Dus wij willen ook een platform zijn waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten.
Ja, wat goed. Ja. Dus eigenlijk, dus het bedrijf waar je ondernemer nu van bent, E-Square. Ja. Ja. Dus dan heb je een ondernemersplein. Hè? Dus dat zijn de mensen die investeren. Ja. Concreet in nieuwkomers. Ja. En ontmoeten die elkaar ook? Zeker, ja, dat is ook wat wij graag willen faciliteren. Ja. Dus ook waarin wij in ieder geval ons willen onderscheiden. Mm-hmm. Is dat je events creëert en mogelijk maakt waarin die ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Enerzijds, aan de ene kant van het plein. Je hebt natuurlijk mensen en bedrijven die op zoek zijn naar groeikapitaal. Mm-hmm. Dus technologieondernemers die sneller willen groeien, mm-hmm. met behulp van investeren. En aan de andere kant ervaren ondernemers vaak. Dat is toch wel vaak ondernemers die in ieder geval veel hebben meegemaakt. En die zelf bijvoorbeeld een bedrijf al een keer succesvol verkocht hebben. Of zelf al langer beleggen en investeren. Kennis, ervaring en netwerk mee kunnen nemen. Wat je dan ook weer mee kan brengen naar de bedrijven waar je in investeert. Dat is onze filosofie. Ja, ja, mooie filosofie. Want dan breng je eigenlijk naast een stukje geld ook behoorlijk wat kennis en een netwerk. Ja. Want een netwerk is hartstikke belangrijk. Zeker. Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent. Wie je kent, zeker weten. Ja, ik denk dat heel veel ondernemers zijn ook echt op zoek. Dus niet alleen maar naar een zak geld. Dus nogmaals, ik denk dat zeker de afgelopen jaren dat er heel veel geld was te vinden en is te vinden. Is het nog steeds? Is het denk ik nog steeds. Hoe kan het dat er zoveel geld is? Want mensen vergissen zich daar wel eens in. We hangen ons altijd vast aan de quote 500 en de mensen die erin staan. Maar stiekem zijn er ook nog heel veel mensen die hetzelfde vermogen hebben, maar die daar niet in staan. Klopt. Ik ken heel veel ondernemers die er niet in staan. Die willen er liever ook niet in staan. Nee. En dat is niks goed of slecht. Maar ik denk dat heel veel geld beschikbaar is. Ik denk dat de economie heel lang heel goed is gegaan. En dat we, er zijn een aantal dingen gebeurd de laatste jaren. Er is natuurlijk nu corona gehad en nu oorlogen. Maar dat er dus wel, denk ik, wat mindere periode aankomt. Maar dat er nog steeds heel veel mensen zoeken naar rendement. En dat is wat je ook wel ziet. Dus waardoor er best wel veel private equity activiteiten zijn. Mm-hmm. Bedrijven die ontstaan of al lang bezig zijn. Dat is vaak toch omdat er gewoon nog steeds mensen zoeken naar een belegging. Maar het is ook een veilige haven. Want wat ik zie, momenteel ook, goud gaat dwars door het dak. Ja. Je hebt zilver. Maar private equity wint. Het lijkt een beetje dat die kentering aan het plaatsvinden. Ook dat mensen minder gaan beleggen op de beurs. Ja. Maar steeds meer private equity gaat. Of zie ik dat verkeerd? Is dat, want dat, ik zie het letterlijk om me heen gebeuren. Ja, dat klopt denk ik ook. Ja. Zoals ik daar zelf naar kijk, ik denk dat het voor heel veel mensen. Enerzijds, het is toch een beetje een ontastbaar begrip. Private equity, wat is nou private equity? Hoe werkt dat nou? Daar zie je wel steeds meer kennis en ervaringen over gedeeld worden. En anderzijds zie je ook dat mensen ook op zoek zijn naar iets tastbaars. Dat is denk ik ook waarom heel veel ondernemers bijvoorbeeld investeren in vastgoed. Ja, dat is toch iets tastbaars. Daar kun je naartoe rijden, dat kun je aanraken. Dat is iets, dat zie je. Ik denk dat in die zin een aandelenbeurs is toch iets minder tastbaar. Je investeert nog wel in bedrijven met een stuk aandelen. En private equity zit er eigenlijk tussenin. Hè. Dus enerzijds is het tastbaar. Mm-hmm. Je ziet, je kunt bedrijven kun je bekijken waar je in investeert. Of waar een fonds waar jij in investeert in belegt. Nou, die bedrijven die creëren omzet en winst en kaststroom. Ja. En dat is relatief tastbaar. Relatief zichtbaar ook. Mm-hmm. Dus je ziet daar een soort tussensmaak, denk ik. Hoe ben je eigenlijk tot het idee gekomen? Dus misschien in mijn carrière, met de carrière van het team, hebben we denk ik veel investeerders gezien in alle soorten en smaken die je hebt. Waarbij we eigenlijk hebben gekeken, we zien een aantal investeerders en een aantal smaken. Wie doet nou iets goeds en wat kunnen we daarvan leren? En daar hebben we eigenlijk gekeken van, welke elementen kunnen we eruit halen en hoe kunnen we dan iets maken, iets bouwen, een bedrijf bouwen daaromheen. Van die smaken waar we van zeggen, daar geloven wij in. En we denken dat dat veel waarde toe zou kunnen voegen voor de ondernemer. En wel met de ondernemer als uitgangspunt, als vertrekpunt. Maar als je, want je hebt ook een netwerk nodig van investeerders. Ja. Je hebt daar ook een bepaald vertrouwensnetwerk. Je moet je spoor reeds verdiend hebben. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ik denk dat je daar wel spijker op zijn kop slaat. Hè. Dus ik denk dat alles gaat om vertrouwen. Exact. En langjarige relaties met mensen. Hè. Dus sprak laatst ook een investeerder die zei van, ik kan het in allerlei fondsen zou ik kunnen stoppen, maar ik vertrouw in jullie als mens. En dat zijn toevallig ook mensen die we al heel lang kennen. Dus dat is ook niet iets wat je zomaar even doet met zo iemand. Nee. Dus dan gaat het ook echt om vertrouwensrelaties die je ook op langere termijn opbouwt. En ik moet eerlijk zeggen, dat gaat misschien niet zo snel als wanneer ze zeggen, ik stap naar een pensioenfonds en ik vraag daar een heel groot ticket. Ja, dan zou je sneller kunnen gaan. Maar dat is denk ik een weg. Ik denk dat wij nu heel erg op het spoor zitten. We blijven bij die ondernemers die met ons mee investeren.
En dus ook gewoon niet alleen maar kapitaal meebrengen, maar ook andere dingen zoals kennis, kapitaal, netwerk. Ja, en dan heb je hebt het vertrouwen gewonnen. Hè? En dan hebben jullie tal van investeerders, hè, binnen jullie netwerk zitten. En in hoeveel bedrijven zitten jullie momenteel met private equity? Ja, we zitten momenteel in 4 bedrijven. Mm-hmm. We zijn met 5e bezig. Dus iets meer dan een jaar bezig. En als je met bedrijf bezig bent, zijn dat dan wel ook een soort acquisities? Kan ik dat met elkaar, met een soort overname? Ja, het is eigenlijk een overname. Ja, ja. Doe je dan ook een due diligence? Jazeker. Ja. Dat is goed. En dat doen we ook een deel zelf. Hè? Dus misschien heel kort, kijk, hoe werkt dat? Ja, het is net als een beetje verliefd worden met elkaar. Hè? Dus ik denk dat je eerst moet kijken, vinden we elkaar leuk? Hè? Dus exact. Wij hebben gezegd, we gaan alleen maar leuke dingen doen met leuke mensen. Maar hoe werkt zo'n proces dan? Want iemand klopt dan bij jullie aan. Ja. Wat ga je met die persoon op deze prachtige locatie zitten? Wat je zei? Bijvoorbeeld op deze locatie. Ja. We kennis maken dan. We komen ook wel eens bij Van der Valk. Maar ik denk dat is een voorbeeld. Maar we proberen in ieder geval kijken, kunnen we elkaar gewoon goed leren kennen. Ja. Dus je wordt ook niet zomaar op slag verliefd. Dat zou kunnen, maar vaak zie je dan toch dat je elkaar veel beter wil leren kennen. Mm-hmm. Ik denk dat er dan een klik moet ontstaan, een connectie. En een gezamenlijke visie over waar zou het bedrijf in de toekomst heen kunnen gaan. Mm-hmm. Wat je dan gaat doen is samen toch aan een businessplan werken. Kijk, en op een gegeven moment wil een ondernemer ook weten, gaan we hier nou serieus tijd in steken? Want tijd is kostbaar en duur. Of niet? En dan op een gegeven moment zul je ook met elkaar kleur moeten bekennen. Hoe zou nou een mogelijke samenwerking eruit kunnen zien? Ja. Op een gegeven moment ga je toch kleur bekennen. En wat wij dan vaak doen is dat we iets aanbieden waarvan een ondernemer kan zeggen, hey, het is in ieder geval een basis waarop we een mogelijk partnership zouden kunnen aangaan. Mm-hmm. Vind ik dat interessant? Vaak heb je dan nog wat gesprekken, maar in principe vrij snel zeg je met elkaar, dit is in principe, zou dit iets moeten zijn waarvan we beide zeggen, dit klinkt heel interessant en dit gaan we verder onderzoeken. Mm-hmm. Dan kom je dus bij een boekenonderzoek uit. Dat wil je liefst zo kort mogelijk houden. Ja. Want het kost tijd en aandacht. En dat gaat dan weer ten koste van de business van een ondernemer. Maar goed, wij doen vaak een stuk zelf. Wij specialiseren onze technologie. We staan er in ieder geval voor dat wij zelf marktonderzoek doen. Zelf commercieel onderzoek doen. Dat doen we soms met adviseurs, maar een groot deel doen we zelf. En daarnaast heb je nog een aantal andere onderdelen van het boekonderzoek. Waar je dan andere adviseurs voor inhuurt. En je zou het kunnen vergelijken als je een huis koopt. Dan doe je dat ook op basis van een rapport. Dan ga je in ieder geval technische keuring of een bouwkundig onderzoek doen. In ieder geval zeker weten van stort dit huis niet in. Ja. En hoe lang duurt zo'n traject? Hè? Als iemand met jullie zit te flirten tot aan de deal. Hoeveel tijd gaat er ongeveer overheen? Ja, dat varieert. Heel eerlijk, we zouden het liefst bij wijze van spreken 12 weken. Zoiets. Ik denk dat dat zou eigenlijk ideaal zijn, denk ik altijd. Maar dat lukt niet altijd. De praktijk is rond een half jaar? Ja, dus soms kan het een half jaar duren, maar soms kan het korter. Soms moet het korter. Ja. Maar ik denk dat je daar ergens tussenin zit. Hè. Dus denk 1-2 maanden tot aan soms een half jaar. Ja. Maar je wil het liefst eigenlijk zo snel mogelijk met elkaar duidelijk hebben, gaan we dit nou doen? Mm-hmm. Want anders ga je beide kanten kosten maken. En dan zou het toch kunnen zijn dat je uiteindelijk zegt, we gaan het toch niet meer doen. Nee. Dan ben je een tijd ben je kwijt en je bent geld kwijt aan adviseurskosten. Dus ik denk dat je op een gegeven moment wel concreet moet worden. Hey, waar letten jullie als eerst op? Hè? Zo'n soort van ondernemer valt bij jullie in de smaak. Hè? Ja. En dan, waar letten jullie als eerst op? Ja, kijk, uiteindelijk we hebben natuurlijk een aantal investeringscriteria waar we aan moeten voldoen. Mm-hmm. Dus we hebben met onze investeerders ook afgesproken, we letten op een aantal zaken. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan financiële zaken. Dus bijvoorbeeld een minimale omvang van de winstgevendheid. Mm. Wat moet dat zijn? Ja, dus zeg maar, waar wij in ieder geval naar kijken, is het moet toch wel minimaal een paar ton aan winstgevendheid hebben. Maar moet dat voor- of nabelasting zijn? Dat mag voorbelasting zijn. Okay. Het wordt in principe voorbelastingrendement. En omzet is in die zin minder relevant. Wat denk ik heel belangrijk is dat de onderneming waarde toevoegt aan zijn eindklant. Mm-hmm. En maar wij focussen ons alleen maar op business to business. Is dat bestendig? Is dat zeg maar voorspelbaar? Ja, crisisbestendig? Crisisbestendig. Technologie is aan zich al crisisbestendig gebleken de afgelopen 20 jaar. Ja. Dat is één. Maar twee, is het ook bestendig in de zin van verdiensten? Mm-hmm. En is de markt of de sector waar een bedrijf zijn product of diensten aan levert, is dat ook bestendig? Dus is die vraag in die markt stabiel genoeg om te zeggen, daar kunnen we op lange termijn met een goed businessplan ook gewoon die omzet en winstgevendheid vasthouden? Ja, precies. Wat zijn de concurrenten van een onderneming? Mm-hmm. Wat zijn concurrenten waar ze tegenop kijken? Dat is denk ik belangrijk. Wat ook interessant is hoe doet het bedrijf zich ten opzichte van die concurrentie? Hoe presteren ze? Mm-hmm. En kunnen we iets van die concurrentie leren? Maar dat is in ieder geval iets wat je ook moet doen. Dus niet alleen maar naar bedrijf intern kijken of naar cijfers. Maar ook
vooruitkijkend cijfers, maar ook context van de onderneming. Mm-hmm. Dus ja, wat doen concurrenten? Rode vlaggen, red flags, hè? Die komen vaak voor in de boekenonderzoek, ja. Althans hier, die kunnen voorkomen. Ja, liefst niet, maar laten we eerlijk zijn, die komen er altijd. Heb je wel eens een miscalculatie daarmee gemaakt, dat je red flag van tevoren niet zag aankomen? Ja, ik denk dat het eerlijke verhaal is dat je die altijd tegenkomt. Ja. Maar ik denk dat het vooral dan gaat over hoe ga je dan met elkaar daar een oplossing vinden of een weg in vinden. En je doet een boekenonderzoek om die red flags ook tegen te komen. Vaak doe je een transactie wetende dat er een aantal aandachtspunten zijn. Mm-hmm. Nou, die kun je dan voor of na het sluiten van de transactie met elkaar bespreken en doen. Maar dan is vooral de vraag, hoe ga je dan vervolgens daarmee verder? Als we in die glazen bol kunnen kijken, hè? Waar staat E-Square over 5 jaar? Ja, ik denk dat we dan een portfolio hebben van meerdere bedrijven, maar ook meerdere platforms. Ja, dus wat wij doen, wij investeren thematisch in bijvoorbeeld software. Mm-hmm. Of in dit geval in slimme hardware. Dat zijn de eerste twee platforms die we nu hebben neergezet. Waarin we richting hebben gekozen dat ze een markt of een sector of een niche waar we alleen willen investeren. Dat we in die beide platforms meerdere bedrijven hebben. Mm-hmm. Nou, specifiek voor het eerste platform denk ik dat we daar een richting hebben gevonden in specifiek warehouse technologie. Warehouse management software. Waar we graag verder willen ondernemen en ook misschien wel buy and build willen gaan doen. Mm-hmm. Dus daar zijn we vooral mee bezig in het eerste platform. Het tweede platform, dat wordt een wat breder platform waarin we meerdere investeringen willen doen, naast elkaar. En dus niet per se allemaal met elkaar zouden kunnen hoeven te samenwerken. In ieder geval zeker een grote portfolio hebben, waarbij we wel willen vasthouden aan vooral ondernemend kapitaal achter ons, als vanuit de beleggers die wij aantrekken. En dat we die willen investeren in thematische platforms, waar we waarde creëren met de bedrijven waarin we investeren. Mooi. Ja. Heel ambitieus. Ja. Ik heb nog geen getal genoemd. Wil je getallen noemen? Nou, kijk, wat je ziet is dat in traditionele private equity, dat je daar steeds grotere fondsen krijgt. Ja, bigger is in die zin better. Mm-hmm. Dan kun je grotere bedrijven overnemen. En daardoor zijn de risico's ook wat kleiner. Ik denk dat wij in een speelveld acteren, dus net onder de grotere private equity funds, waarin wij met een onderscheidende aanpak denk ik willen investeren in bedrijven waar we zelf ook waarde kunnen toevoegen. Los van het financiële in die bedrijven, financiële techniek, maar dat je ook echt operationeel betrokken bent en daar ook waarde toevoegt. En dan heb je wel een spel te spelen meer in een bepaald segment. En dat is niet het segment van de hele grote fondsen, want dan zouden wij ook steeds groter kunnen gaan worden. Ik denk dat wij graag willen blijven doen wat we nu doen. En dat spreekt ondernemers aan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En als je een beeld-en-bijstrategie gaat doen, hè, hoeveel geld heb je dan nodig? Ja, dat is afhankelijk van de ambities. Over, ja, maar dan spreek je toch ook over tientallen miljoenen? Ja, klopt. En dus we hebben nu een bepaalde fondsgrootte voor de platforms die we hebben ingericht. Dat is een beetje een hybride model. Maar in principe, hè, je zou kunnen zeggen, dat is een bepaald bedrag aan kapitaal wat je kunt inzetten om te investeren. Het kan zijn dat je door overnamekansen die je tegenkomt met de bedrijven waar je al aandeelhouder in bent, ja, dat je dus meer overnames gaat doen en dat je die bedrijven groter gaat maken samen met het management wat daarin zit. Ja, dat zou kunnen betekenen dat we meer kapitaal nodig hebben. Dan zou je ook kunnen zeggen, dan gaan we wat grotere investeerders aantrekken die met ons mee samen die buy-and-build strategieën kunnen uitvoeren. Ja, precies. En dan zou je wat grotere tickets kunnen aantrekken, maar dan wel met een heel duidelijk businessplan. En zit daar ook een cap op met het aantal mensen die je daarin aantrekt, hè? Die qua vermogenbeheerder? In principe zit er geen cap op, hè? Maar je hebt zonder al te veel techniek, maar AFM zegt dat je niet meer dan 150 particuliere beleggers zou mogen aantrekken in het segment waar wij in actief zijn. Maar goed, dan hebben we dus nog wel even te gaan. Hè? Dus we groeien nu naar 40 ondernemers die met ons mee investeren. Dat is gewoon veel. Ja, ja. Ja. Ja, dat is iets meer dan een jaar tijd. Dus dat is toch sneller dan we zelf hadden gedacht. Ja, netjes. Dat gaat goed. Maar je zou dus nog kunnen groeien naar 150. Maar dat is wel de vraag van, het liefst wat wij hebben is dat wij mensen persoonlijk nog kunnen zien, ontmoeten en spreken. En ook op de events die we organiseren kunnen uitnodigen. Ja, want hoe hou je ze tevreden? Wat wij doen is in ieder geval, we organiseren dus die events waar ik net over sprak. Ik denk dat daar belangrijk is om te betrekken bij wat we doen. En hoe we dat doen. En dat we daarnaast ook vragen in het netwerk, kunnen jullie helpen bij de ondernemingen waar we in investeren? Als die specifieke vragen of uitdagingen hebben. Dus dat is dan nogmaals niet aanbod gedreven, maar is vraag gestuurd. Dus de ondernemingen hebben een vraag en die proberen we uit te zetten in het netwerk. En zo proberen wij ook onze investeerders en onze beleggers, zo zou je kunnen noemen, ook te betrekken bij wat we doen. Ik denk dat dat ook enorm wordt gewaardeerd. Dat vinden die ondernemers ook gewoon oprecht leuk om te doen. Ja.
Ja, dan kunnen ze hun meerwaarde juist brengen. Ja. Ik snap hem wel. Ja. Ja, een mooi bedrijf hebben jullie. Ja. 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 Ik wil jullie ook bedanken. Ja. Ja, ik vond het een leuk interview. Ja, dankjewel. Ja, heel leuk interview. Ik vind het ook een beer interessant, hè, private equity. Ja. Ook helemaal upcoming. Hè. Ja. Binnen een jaar tijd 40 beleggers. Zegt wat over jullie, maar het zegt ook wat over de markt. Hè, ja. Waar we begrepen dat er heel veel geld is. En ik vind het ook mooi dat je met elkaar de kennis kan delen, hè, en de bedrijven verder kunt brengen. Dus ik sta er wel achter. Ja, mooi. Veel dank. Ja, jij ook bedankt.